Ja, dat is gewoon niks. Ja, ik heb helemaal eigenlijk niet veel zin om hier naar te kijken. Nee. Dit is zo'n fiasco. Dit is zo'n ongelooflijk fiasco voor deze stad. PvdA, heb jij gedaan? Dit is zo dom. Zo dom. Deze stad is zo dom bezig. Oh, oh, oh. Wat een macht te spelen. Ja. Midden in de nacht werd de boom in opdracht van de gemeente gekapt. Het stadsbestuur wilde daarmee kennelijk voorkomen dat er opnieuw actie zou worden gevoerd om de kap tegen te gaan. Een buurtbewoner zag het vannacht allemaal gebeuren. Om 4:15 begon een keer ons te zagen. Bij een grote cirkel zagen. En ik wist niet wie het was of wat het was. En ben wel even gaan kijken. En het heeft een half uur, drie kwartier geduurd. En toen was, het, was er ook politie bij? Ja, er was volop politie. Ja? Het was ook helemaal afgezet rondom. En de actievoerders waren... schreeuwde wel wat, maar hebben zich wel netjes gedragen. Is er niks vreemds gebeurd of dat soort dingen. Dus. Het omzagen door de gemeente is opvallend, omdat de politieke partij LST gisteren nog een spoeddebat had aangevraagd en gevraagd had om tot die tijd niets te doen. Ja, dit is schandalig. En dan als een dief in de nacht die boom om gaan zagen. Als we dit soort stukjes authentiek Tilburg zo neer gaan halen, dan krijgen we direct alleen maar net zoals op de heuvel zo'n grote bedrijfshal. We moeten maken dat we dit soort stukjes in Tilburg houden. Veel mensen passeerden vandaag de plek op weg naar hun werk en keken verbaasd op dat de boom er niet meer stond. Het kwam gistermorgen hier langs en met het protest en nu is hij ineens weg. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, raar. Het roept het gevoel op van de lindenboom, hè? Op de heuvel. Toch wel, ja. Heel zonde. Om 4:30 vannacht. Ja. Ze durven wel, zeg. Ja, dan komt niemand natuurlijk. Oh, dat vind ik laf.